De Suidwatrawasi op het onafhankelijkheidsplein heeft vandaag normaal plaatsgevonden. Dit ondanks de kappa stuk is gegaan aan het eind van 2022. Een nieuwe kappa die begin 2023 werd aangeschaft, is door Van Dalen kapot geslagen. Voor de wasi vandaag heeft Jeruzalem Bazaar een kappa geleend aan de Federatie voor Afrikaan Sranamang. Het thema dit jaar van de Suidwatra is lobby, patiëntie, presentie en lespekkie. Volgens voorzitter Iwan Wijngaarden is het van belang om veel beter met elkaar om te gaan. Als samenleving moeten wij veel meer respect en liefde tonen naar elkaar toe. Zoals ieder jaar mochten personen ook met hun flessen naar het plein om de Suidwatra te halen en thuis te baden. Het thema hoor je omdat ik een volk en vooral een etniciteit. Beweging in Kong, de Jesidenbeweging in Omstribi, een andere traditie daar wat je moet Jesiden aanpak vooral. En we zien dat je agressiviteit naar ONU, patiëntie naar de aan de lolo, nog van minder. En dat is ook het thema van alles aan zij doen, een beetje meer patiëntie. Want abakap is voor ONU, of die ben sabi voor, naar on prati en benaderen we Abi en praten dat hij zorgt dat patiëntie naar de lange lobby, naar patiëntie naar de lange.